Welkom bij Gelderland Helpt. Het is vandaag Moederdag en dat gaan we vieren met heel veel taart. Het is Moederdag en dan willen we iets speciaals doen. Want we geven vaker taarten weg, maar vandaag natuurlijk alle reden om deze heerlijke moederdagtaart weg te geven aan moeders die het echt verdienen. En dat doen we samen met hele lieve dochters en zonen. Ah, kijk, dan moet jij denk ik Anne zijn. Ja, en Mark. Hi. Anne. Hallo. Hi. Hi, Mark. Je bent de vader van Klopt. Maud. Klopt, de vader van Maud, trotse vader. Ja. En ja, ze ligt hier nu in het ziekenhuis, in goede handen gelukkig. En mijn zusje was zo aardig om haar op te geven. Ja, want dat is nog wel aanwachten. Je hebt iets bekokstoofd. En wat precies? Ja, ik heb mijn schoonzus opgegeven voor een lekkere taart. Omdat ze moederdag moet ze doorbrengen in het ziekenhuis. En jullie zijn dus echt kerstverse ouders. En dan van een kindje wat ook een aantal weken echt te vroeg geboren. Ja, zo'n 6 weken te vroeg. 3 weken geleden waren we nog in Lapland en ja. Nou is het er al. Ja, dus jullie wel overvallen allemaal, denk ik beetje zo. Wel, beetje ja. Wel. Ja. Vind je het zeker wel een beetje spannend worden nou, hè? Ja, zeker. Ze moeten wel een beetje zin in hebben ook. Want het is allemaal niet niks als je hier ligt. En hoe kom je nou met zo'n taart? Wisseloos schrikt. Nou ben ik natuurlijk mega verkouden, dat horen we ook wel een beetje. Dus we gaan even wat voorbereidingen treffen. Het gaat natuurlijk om een prematuur kindje, dus daar wil ik geen kwaad doen. Dus dan doe ik het even zo. Hallo. 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 Surprise. Goedemorgen. Ja. Verrassing. Ja. Kijk eens, wij hebben een verrassing. Voor Moederdag was een actie. En we hebben een lekker taartje voor jou. Oké, wel lekker. Kijk maar, eens even, ik heb zelf nog niet gezien. Okay. Eerste Moederdag moet wel speciaal zijn. Nou, wat nou iets specialer dan, toch? Lekker op televisie naar jezelf kijken. Ja. Ja, ben je er blij mee? Ja, zeker. Ja. 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 I'm gonna give all my love to you. Ik heb afgesproken met Henk Dinkelman. Henk heeft ook een hele mooie bestemming voor de speciale moederdagtaart. Want zijn hart ligt echt bij zijn zus. Zijn zus die heeft een hele belangrijke rol gespeeld in het hele opgroeien van Henk. Want zijn zus is eigenlijk zijn moeder geweest. Henk, Hallo. Daar ben je. Goedemiddag. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Ja. We gaan spannend. De taart brengen naar je zus. Ja. En waarom precies? Nou, ze is toch een tweede moeder voor me geweest. Mijn moeder overleed toen ik 5 was. En ze heeft toch de moederrol heel erg opgepakt toen. Naar het gezin toe. Ze heeft het gezin bij elkaar gehouden. Dus ik dacht van... Nu mag het ook wel een keer naar een tweede moeder. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Ik ben natuurlijk mega verbaasd. Dat komt ja. Goeiedag. Goeiedag. Goedemiddag. Goeiedag. Dat is nog eens een binnenkomst zo, hè? Jongen, kijk eens even wie hier is. Ik zie er niet uit, ja. Ja, hij ziet er best uit. Hoi, lieverd. Hoi. Hoi. Wat een verrassing, zeg. Ja. Ja. De speciale moederdagtaart komen we brengen. Oh, wat lief zeg. Oh, oh geweldig. Moet dat... Ik ben niet eens een moeder. Oh. Oh, wat mooi zeg. Oh, geweldig. Ik heb altijd best gedaan, maar ik ben niet de moeder. Maar wel altijd moeder voor me geweest. En dat weet je heel goed. En daarom heb ik ze ingeschakeld en gezegd... Op moederdag moet de taart ook naar mijn zus. En bij deze dus. Oh, geweldig. Dat was heel lief van jullie. Ja, geweldig. Echt. Ja, ik heb bijna geen woorden. Jullie overvallen me helemaal natuurlijk. Ik zeg altijd van, als ik het over moest doen, deed ik het ook weer. Ja. Ik ben er ook heel dankbaar voor altijd. Dus ja. Ja, het is... Je hebt het goed gedaan. Ja. Ik heb mijn best gedaan, laat ik het zo zeggen. Dus het zijn echt mooie dingen. Straks
nog meer moederdagtaarten. Taart is voor jou. Oh, hartstikke lief gedaan. Hè. En mooi ook. Ja, echt. Ja. Ik zeg, jullie overvallen, maar dit verwacht je dus totaal niet. Nee. Nee, zo'n cadeau. Zullen we ook aansnijden? Zo is dat. Dat heb je verdiend meer dan dat. Hè? Nou, dankjewel. Hartstikke goed. Nu eerst gaan we naar Zutphen. In Zutphen weten ze wel wat sporten is bij deze gewone, ongewone sportgroep. Gaat prima. Nu wel. Deze mensen hebben allemaal een medisch verleden. Ze hebben of een hartinfarct gehad of een TIA. En daarmee moeten ze dus weer trainen om weer in conditie te blijven. Ik heb in 2005 een beroerte gehad. Toen hoorde ik dus van deze groep. En daar ben ik dus een jaar of zes geleden bijgekomen. En dat bevalt me prima. Het is je bent in een team, je doet alles samen. Je bent met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Het zijn hartinfarct of een herseninfarct. En we hebben allemaal hetzelfde probleem. En mijn probleem was dus, ik moest weer zelfvertrouwen krijgen. Of vertrouwen krijgen in mijn eigen lichaam. Het is dus echt ontspanning. Als je zelf op een gegeven moment vindt van, god, dit is voor mij te zwaar. Stop je gewoon. Wij hebben heel erg hard mensen nodig. En het maakt niet uit of je jong of oud bent. Maar we hebben echt heel... Want anders is de vereniging een klein beetje ten dode opgeschreven. Dat zouden we heel erg jammer vinden. Dus ben je hart- en vaatpatiënt en wil je graag onder begeleiding sporten, dan is dit iets voor jou. Sluit je aan bij deze gezellige groep GelderlandHelpt.nl. Kijken wij nu terug naar vorige week. Naar aanleiding van de oproep van de zwerfafvalbrigades worden er twee nieuwe brigades opgericht. In Arnhem-Noord en in de Glind bij Barneveld. Super! Nieuwe aanmeldingen voor de afvalbrigades zijn natuurlijk altijd welkom. Nou, dankjewel. Heel goed. Helaas nog geen microfoons voor het vrije tijdskoor in Eibergen. Daarom hier nogmaals de oproep van de dirigent. Hebben jullie overhead microfoons, oftewel die voor een koor kunnen vangen? Daar gaat het mee eigenlijk om, ja. En dan de studenten in Wageningen die samen koken en eten met ouderen. Ja, het is hartstikke leuk. Hartstikke gezellig. Leer ons wat. Ja, boontjes stoppen. Ja. Maar liefst 70 aanmeldingen. Fantastisch. Er gaat dus heel vaak gezellig samen gekookt worden in huizen Pieter Pauw. Oh, en we kregen ook nog een heel leuk bedankje van Fanfare Sint-Cecilia. Hallo allemaal, ik ben Tony Lely en namens Fanfare Sint-Cecilia uit Millingen aan de Rijn wil ik de luisteraars van Radio Gelderland bedanken voor het meehelpen naar onze zoektocht van een minibandrecorder en een lege fles Dom Pérignon voor ons James Bond concert. Onze fanfare zal op zaterdag 26 mei in Millingen en zaterdag 9 juni in Groesbeek een themaconcert verzorgen over deze filmheld. Kijk, daar staat al een heel clubje van de familie Hezen. Het is een heel groot gezin van 10 kinderen maar liefst. En die hebben ook een taart weg te geven. Hallo allemaal. Hallo. Nou, eerst maar eens even een rondje wie is wie. Ja, ik ben Corrie. Hi Corrie. Hi. Corrie, u bent dochter nummer... Ik ben de vierde dochter. Kijk, en u meneer? Ik ben Frans en ik ben de middelste van de jongens, van de 5 jongens. We komen voor onze moeder en die wordt binnenkort ook 90 jaar. Ja. Dus wat een leuk feestje nog. En zit ze nou vandaag voor het eerst de 22e achterkleinkind, hè? 22e achterkleinkind. Oh, echt? Ja. Donderdag was ze 4 weken. Jongen, hé. Hallo, ma. Goeiedag allemaal. Hi, allemaal. Goeiedag. Het feestcomité. Ja. En Omroep Gelderland. Lieve ma, ik wou jou een taart bieden vieren Omroep Gelderland. En dat is dan van moederdag, omdat je zo'n lieve moeder bent en je alles voor ons gedaan hebt. Dus bij deze wil ik jullie de taart geven, dat je zo bijzonder bent. Hè? Lieve ma. Dankjewel. Dat is wat, hè? Ja. Kijk eens eventjes. Oh, dat is allemaal onverwachts, hoor. Ja, hè? Ja. Kijk eens wie ze mee hebben genomen, de allerkleinste. Oh. Dat is wel echt de kerst op de taart, hè? Oh, dat zie je, schatje. Oh, kijk eens eventjes. Oh, wat een schatje toch. Dat is wel bijzonder, hè, voor u. Het is wel leuk om oma zo te zien met haar achterkleinkind.
I'm bound to back it for her. Maar dat ze de 10 rood gebracht heeft en dan alles is nieuwjaarsdag, alles, het hele huis zit vol. Ja, altijd welkom en alles, is, alles kan en alles mag. Dus, je kan het iedereen aanraden, 10 kinderen. Ja. Op Moederdag willen we ook aandacht geven voor de moeders die zo worden gemist omdat ze er niet meer zijn. Maar ook aandacht geven aan de kindjes die er niet meer zijn. En de moeders die dus hun Moederdag vieren met het gemis van hun dierbare kinderen. Go, I said echo true. Oh, wat ruikt het hier heerlijk, zeg. Oh, die kruiden helemaal. Ja. Dat heb je goed geroken. Of fijn dat je er bent. Ja, ben je lekker aan het koken, Farrie? Ja, ik heb net de kachel fornuis goed heet. Dus je komt op het goede moment binnen. Ja, en wat zijn het voor gerechten? Nou ja, we koken hier meestal iets Molukt natuurlijk. Of iets in ieder geval Aziatisch. Want het is natuurlijk heerlijk als je zo'n keuken binnenkomt en je ruikt wat geuren die je doen denken aan een hele andere cultuur. Ja, een keuken van een Molukse barak. Ja, dat klopt. Ja. Dit was vroeger de gaarkeuken. Hier werd gekookt voor 18 gezinnen. Het waren knilmilitairen die met hun gezin naartoe kwamen. Ja. Wil jij beginnen met het snijden van een uitje en wat knoflook? Ja, lekker. Ja? Gelijk aan de ui. Zal ik de olie eventjes heet maken? Goh, kun jij hier niet komen als vrijwilliger? Toch? Want weet je... Ik ben betaald medewerker, maar ons team betaalde medewerkers zoekt eigenlijk vrijwilligers voor het Openluchtmuseum. Maar ook specifiek voor hier. Ja. Oeh, het ruikt het lekker, hè? Goed, hè? En dan is het nog maar een uitje en een knoflookje. My mother, Amsterdam. Zo, Connie. Goedemorgen. Goedemorgen. Al lekker aan die tappen. Ja, het is vroeg vandaag, hè? Zo weinig klanten. Ja, die komen nog. Ik moet eigenlijk echt nog even dwalen. Maar ja... Dat doen we straks, hè? Jazeker. Ja, dat is goed. Waar is dat ding? Waar is je ding? Ja, dat weet ik ook niet. Nou ja, goed. Alsjeblieft. Hele Santa Macraam. Ja, nou... Ja. Ja. Gezellig kroegje heb je, Connie. Ja, leuk, hè? Gezellig. Ja. Kun je is Tante Stien? Het is nou maar even noemd. Ja. En nu gaan we een keer heel netjes praten. Want we zijn hier in de Jordaan. Ja, dat klopt. En dat voel je aan alles en dat zie je aan alles. Ja. Hoe is het sfeertje hier? Ja, dat is geweldig. Als de mensen hier binnenkomen en ze horen de muziek... dan wordt er gelijk heel vaak een Polonaise gedanst. Ja, de romantiek, dat is het belangrijkste. Wij zijn er eigenlijk om de mensen te prikkelen... om hun eigen verleden weer aan te raken. En dan zeggen ze, oh, die klok of die lamp, die had mijn tante ook... En dat is mooi. En dan kunnen ze dat ook aan ons kwijt. En als daar niemand staat, blijft het de dingen dood. Hè? De dingen gaan leven doordat er iemand in leeft. Ja. Wat moet je hebben als vrijwilliger? Want je moet je wel een beetje kunnen verplaatsen. Een beetje kunnen verplaatsen. Je verplicht je dan om 1 dag in de week hier te zijn. En je wat in te lezen... En verder leer je het vanaf dag 1 leer je. Die aanslag, hè? Die aanslag op je café, zie je? Ja, nou.
Maar je staat dus niet alleen biertjes te tappen? Nee. Als je op de Westerstraat staat, dan pak je de hele de postkantoor en het Turkenpension. Ik kan natuurlijk niet een heel weeshuis mee voeren, maar het is wel leuk. Als je hier dan komt als vrijwilliger, want de behoefte is er, wat moet je dan kunnen en wat is eigenlijk het belangrijkste? Nou, het belangrijkste denk ik is dat je affiniteit hebt met de geschiedenis. En beleven, meedoen, ja. En nu hier, maar op alle plekken hier eigenlijk op dit terrein. Zeker, Precies. Zou u nou ook iets willen betekenen voor het Nederlands Openluchtmuseum? En wilt u bijdragen aan die verhalen en die historie levendig te houden? Ga dan naar geldlandhelpt.nl en daar zie je precies wat je hier kunt betekenen. Hallo. Bonjour. Bonjour. Je moet je taal ook nog... Ja, als het even kan. You want a taste? Oh, yes. You can take it. Thank you. Mmm, c'est bon. You want some too? Yes, I want. Okay. No, we have the same. Thank you. Okay, you're welcome. Well, we had a furnace like this in my grandfather's house. Oh, you did? Yeah. Long ago. Wat een superleuke vrijwilligersbaan. Nou, lijkt u dat nou wat? Ga dan naar geldlandhelpt.nl en daar vindt u ook alle andere vragen. Bedankt voor het kijken. Kunnen we niet goed rekenen, hè, Connie? Kijk dan. Ik ben niet eens je moeder. Oh, wat mooi zeg. Oh, geweldig.